Mokhtar, Schilder. Paas is niet hard genoeg, bereikt toch nog Mokhtar. Had beter gekund. Schilder hier. En dus Castaños nu. Castaños, de lat en Corona. Ai, ai, ai. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat lijkt toch lastiger dan de bal in het doel schieten. Dat is in de praktijk blijkbaar toch niet zo. Maar dit had wel de openingstreffer voor FC Twente moeten zijn. Knap gedaan door Castaños. Die wat pech heeft dat hij de lat raakt en daarna Corona. Stans, slim gespeeld. Hier gaat Botaka. Botaka is daar eerder dan de keeper. Ja, die maakt een overtreding. Dat vindt scheidsrechter Higler ook. Het wordt geel en dan denk ik dat de keeper niet mag mopperen. Ja, er is nog een verdediger daar, dus het is geen duidelijke scoringskans. En het is net buiten het strafschopgebied. Dus geen penalty, maar een vrije trap. Het wordt Stans. En die plaatst hem prachtig in de verre hoek. Daar zit Stevens nog wel met de hand aan. Maar de bal verdwijnt in de hoek die voor de keeper is. En Excelsior staat met 1-0 voor in Enschede. Eindelijk weer een doelpunt voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Ziyech, Schilder is doorgelopen. Mokhtar gaat hier. Dat is goed gespeeld door Hakim Ziyech. Mokhtar, hier komt Corona. 1-1. En een mooie goal ook van Jesus Corona, die eerder die grote kans liet liggen. Maar nu is het wel raak. Castaños. Met Fischer. Castaños. Duurt even bij Corona, maar is wel goed gespeeld door Hakim Ziyech. Castaños, ai, ai, ai. Komt gewoon niet goed uit met zijn passen. Vrije trap Stans. En daar was helemaal vrij Fischer. Hier is Fischer. Was die vrije trap van Stans een fractie hoger geweest als het nu een corner wordt, denk ik. Ja, inderdaad, een hoekschop voor Excelsior. Hoekschop Ouassar. Daar goed verlengd en het doelpunt ook. Verlengd met het hoofd door Kruis en dan is het doelpunt van Bovenberg. Ja, meestal als Daan Bovenberg scoort uit hoekschoppen, dan doet hij dat met het hoofd. Maar nu krijgt hij hem vol op zijn rechterschoen. En is dit een uitstekende hoekschop van Excelsior dat voor de tweede keer vanavond op voorsprong komt. Ulchik. Lukt hem niet om Botaka door de benen te spelen. Tapia. Ulchik. Schilder. Tijd en ruimte voor een voorzet. Robert Schilder. En het wordt een hoekschop na een hele zwakke bal van Schilder. De volle steun nu van de harde kern daar. Hier is de gelijkmaker. Nee, daar is hij niet. Binnengetikt door Tapia. De bal gaat richting verre hoek. Maar uiteindelijk heeft Alessandro Damen de bal te pakken. Stans. Vermeulen. Helemaal achterin Jordan Botaka. Oh, dit is een mooie pol zeg op Stans die kan schieten. En dat geldt hier ook voor Ouassar. Nou, hier laat Excelsior verzorgd voetbal zien. Dicht bij een stunt. Marinus Dijkhuizen dicht bij de tweede uitzege van het seizoen. Balverlies Ulchik. Botaka snel met de bal aan de voet. Botaka langs Latschman. Goede tackle op de bal van Daryl Latschman. Opgevangen Varela. Ouassar. Hier weer goed driehoekje van Excelsior. Prima positiespel. Stans. Goed het lichaam gebruikt. Bal door de benen bij Ziyech. En dus is hier het doelpunt. Jawel. Het staat 3-1 voor Excelsior. En Vermeulen maakt hem. Schitterend gespeeld. Door de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Een streamend fluitconcert. Vanaf de tribunes voor de spelers van FC Twente. Dolle vreugde bij Excelsior. Want dat boekt de tweede
uitzegen in dit seizoen. En voor FC Twente betekent het de tweede nederlaag in 4 dagen tijd. Eerst verliezen bij ADO. En vanavond dus pijnlijk onderuit op het eigen veld hier in Enschede tegen Excelsior. De eindstand 1-3.